Vanaf 1 januari vormen de gemeenten Boksmeer, Kuik, Grave, Meel en Sint-Hubert en Sint-Antonis de gemeente Land van Kuik. Hiervoor worden op 24 november de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bij de lokale Omroep Meel en Omroep Land van Kuik kunt u nader kennis maken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Liesbeth van Heeswijk van Liberaal Land van Kuik. Liesbeth, niet nieuw in de lokale politiek, hè? Nee. Er zijn 12 jaar nu. 12 jaar. Ik in de lokale politiek zit. En in Haps heb ik ook al een tijdje in een bestuur meegedraaid met een politieke club. Die heette toen Open en Vooruitstrevend. En dat gevoel bij die club, dat heb ik eigenlijk al bij Liberaal Land van Kuik ook steeds. Ja. Want hoe is het begonnen? Want ben je geboren en getogen in Haps? Ja. Ja, ik denk dat ongeveer de vierkante meter weet wat gebeurd is. Ja, ja, nee, de ingeboren getogen Haps, ja. En hoe in de politiek terechtgekomen? Toen wat langer geleden zat ik bij, zat ik bij een volleybalvereniging. En dan kom je in aanraking met politiek. Dat was eigenlijk wel een moment waarop ik met politiek in aanraking kwam. En in het Kuikse, zeg maar, op het moment dat er een bibliotheek uit ons dorp gehaald werd. Consultatiebureau. En dan wordt er echt al contact met je gezocht van, hey, misschien wil je wat meer doen dan alleen strijden voor allerlei voorzieningen. Want komt het ander. Want je was wel actief dan bij die volleybalclub en dat je bibliotheek moest blijven. Bij de volleybalclub ging het over andere dingen. Wij hadden als club, en dat is eigenlijk nu nog actueel, er zijn verenigingen die moeilijk gelden binnenkrijgen, maar enorme kosten hebben als het gaat over de sporthal of wat dan ook. Dat moet betaald worden. Dus er moet honderden euro's moet er aan leden gevraagd worden voor contributie. Ja. En dat is eigenlijk wel een verschil als het gaat over verenigingen die het wat gemakkelijker hun inkomsten hebben via een kantine. En bijvoorbeeld een volleybalclub die dat niet heeft. En daar zou wat meer balans in kunnen komen. Dus dat was destijds eigenlijk wel het punt. En toen ging je op de deur aan het kloppen bij de politiek? Nee, wij gingen gewoon met spandoek de raadzaal in. Toen bleek dat de wet al niet doorgaat wat dat precies de bedoeling was. Nou, in ieder geval, toen verbaasde ik me wel al van, oh jeetje, gaat dat zo? Ja. Toen dacht ik ook van, dat kan ik ook wel. Ja, dat was, wel. Ja, als het zo kan, dan kan ik het. Ja. Ja. Maar dan kom je actief in de politiek. Ja. En hoe anders is het dan als dat je met een spandoek in de hand dacht dat het was? Valt mij, ja, eerlijk gezegd, dus ik hou alleen maar van eerlijke vragen. Ik val mij eerlijk gezegd best wel tegen wat je nog voor elkaar krijgt. Ja? Ik wil ook echt wat dat betreft inwoners oproepen om vooral actief te zijn. En samen te klonteren zoals we er ook in bij burgerinitiatieven zien. Ja. Want die slagen wel. Ja. In de politiek kom je toch tegen dat als iemand met een goed idee komt, dan ander denkt, verdraaid, dat is niet mijn idee, dat is wel lastig. Ja, klinkt misschien niet zo leuk, maar ik vind dat er onvoldoende samengewerkt wordt in de politiek. Dat je moet echt los van partijbelangen moet je gaan zoeken naar van was nou goed en was realistisch, boerenverstand gebruiken. Ja. Op die manier politiek bedrijven. Dus ik mijn kort samengevat is dus eigenlijk van, ik vind dat we nog te weinig kunnen bereiken. En het verhaal dat de raad altijd het belangrijkste orgaan is, dat vind ik niet. Maar zou dan nou niet straks niet nog minder worden, nog slechter worden, als we dadelijk één grote gemeente Land van Kuik zijn? Ja, nou dan moeten we dus, daar zitten we zelf bij. Ja. Wat wij uitdragen is van, als een andere partij met een beter idee komt dan wij, dan zijn we wel zo sportief om te zeggen van, dat hebben jullie knap bedacht, wij doen mee. Ja, en met die houding kom je ook verder. Ja, het is bijzonder, want wat vaak zie je in de politiek, dat als het uit iemands koker komt die het niet gegund wordt, dan gebeurt het niet, hoor. Ja, ik vind verschrikkelijk. Ja. Dat vind ik kinderachtig. En ik heb daar, ga echt geen namen of wat dan ook noemen. Oh, dat maar ik heb daar wel, maar ik heb er wel gezien. Ja. Liesbeth, maar de eerste politieke partij was? Open en Vooruitstrevend. Die bestaat al echt al lang niet meer. Die is toen opgegaan in D66. En toen ben ik afgehaakt. Want? ik had er niet zo goed gevoel bij. En gevoel bij een club, dat moet er zijn. Ja. En toen is het VVD geworden? Ik heb één vergadering met CDA gehad. Oh.
Okay. Er werd aan mij getrokken van, wil je erbij? Ik dacht, ja, dat maakt me ook allemaal niet zo heel veel uit. Maar het moet toch goed voelen. Yeah. En bij, ja, nou, er was ook iets dat ik dacht van, nee, dat ga ik niet doen. Hmm. En toen kwam bij de VVD terecht, omdat ik wel een liberaal ben. Mm-hmm. Daar heb ik van mijn leraar De Bruin, Alsendaal College. Geweldige man, die ook iedereen de ruimte gaf. Yeah. En, maar ik vond zijn ideeën gewoon helemaal goed. Dus toen kwam ik bij de VVD terecht. Maar de ideeën, die kunnen wel goed zijn. Maar als andere dingen niet zo lekker lopen, dan ga je er heel graag weg. Ja. Daar wil ik ook verder niet dieper op ingaan. Maar Liberaal Landverkuik, ja, dat is nou lekker onze club. Ja, een fris toen, club. Want je bent toen gestopt bij de VVD, toen ben je alleen doorgegaan even? Nou, dat duurde ongeveer 1 minuut. Okay. Nee, gelukkig ging 80% mee. En ja. Dat houden we ook. En dat is uiteindelijk Liberaal Landverkuik geworden. Ja. Gemeente Kuik was dat. Ja. Dan op een gegeven moment zie je de gemeentelijke herindeling aankomen. En dan moeten we gaan zoeken om gemeentebreed te worden, het hele land van Kuik. Ja, dat was leuk. Ja, hoe ja, nou, dan ga je op zoek naar mensen en nieuwe mensen. En nou, ik vind het leuk, want ik hou van mensen. Hm. En nieuwe talenten, nieuwe ideeën, frisse ideeën, andere ideeën dus. Die hebben we gevonden. In het hele land van Kuik? Ja, ja. Maar hoe gaat dat dan? Want er moeten ook mensen zijn die wel... Ken jij iemand? Zo gaat het dan. Ja. Met sommige mensen. We zitten nou in Mil. Ad Berends, daar hadden we al contacten mee in verband met allerlei zaken waar hij mee bezig was. Goed leven, et cetera. En dan van het een komt het ander. Ad kent dan ook wel Mariella. Mariella, die zat ook in het burgerinitiatief. Via vriendinnen van de wethouder kwamen we weer in Wangrooi terecht bij Wilma Willems. In Boksmeer kwamen iemand anders zei, ga eens met Mark en Johan praten. Hm. Op die manier. En dan gaan we een gesprek aan. En als het allemaal goed voelt, dan gaan we door. Ja, maar want belangrijk is dan wel dat je het gevoel hebt dat ze bij de club passen. Je moet niet hebben dat je straks 3 dagen na de verkiezing, dat zeg ik begin voor mezelf. Ja, ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja, hoe lastig is dat? Dat is heel lastig. Ja. Dat merk je wel, omdat ik iedereen gun om mee te doen. Maar voor sommigen moeten even de tijd nemen om te weten wat het is. Ja. Dus je moet niet meteen vooraan willen lopen als je niet zeker weet wat die politiek in gaat houden. Dus ik wil iedereen er graag bij betrekken. Maar ik wil ook wel dat de mouwen opgestroopt worden. En dat ik dan precies kan zien waar we naartoe gaan. Hm. Ja, dat is wel sommigen denken, oh, dat is gemakkelijk politiek, ik doe mee. Ja. Maar dat betekent wel wat. Ja, want ook heel hard werken. Ja, want er gaat ook, god alle jezus, veel tijd in zeker straks. Hè? Want dat is wat ik van andere lijsttrekkers begrijp. Het is behoorlijk wat tijd straks. Ja. Nu al en straks zeker. Nu ook in die campagne zeker. En dadelijk als je stukken moet lezen moet je, en mensen moet vinden moet winnen voor jouw ideeën of wat dan ook. Hm. Er gaat heel veel tijd in zitten. Maar de kunst is wel om het gewoon voornamelijk leuk te vinden. Hm. Dat is zo. Op het moment dat je het niet meer leuk vindt, dan moet je toch gewoon maar iets anders weer gaan doen. En ik moet zeggen, bij mezelf merk ik dat ik het nog leuk vind. Ook hier vind ik het wel gezellig. Ik zie jullie hier zitten allemaal. Ja. Gewoon lekker gesprek. Daar vind ik geen probleem. 24 november, daar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Wat moet er nog allemaal gebeuren voor dat 24 november? Nou, ik hoop in ieder geval dat die zaal groot genoeg is waar die verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt. Ja. Dat is een grapje. Nee, maar we komen heel veel mensen, we zijn ook wel heel erg benieuwd. Wat moet er voor die tijd nog gebeuren? Qua politiek iets minder. Mm-hmm. Qua politiek minder, maar de campagne volop zetten we die in. Hè. Hm. We hebben 8 routes die gereden worden. Dus elk weekend op de zaterdag is het bingo. Campagne voeren. Ik zei tegen mijn man en zo, we moeten eigenlijk nog proberen, omdat we toch wel een drukke zomervakantie gehad hebben, om nog een paar dagen weg te gaan. Maar die zeiden tegen mij, dat kun jij helemaal niet. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Je moet campagne voeren. Dus dat zit er niet in de komende tijd. Nee, maar ligt de gewone politiek nou eigenlijk al stil in de gemeente Kuik? In de gemeente Kuik komen ik noem maar even, de Romeinen aan de orde. Ja. En een aantal zaken op ruimtelijke ordening. Of ruimte binnen ruimte. Ja. En ook de leefbaarheidsgelden die we eigenlijk nog, of noem het even de leefbaarheidsgelden, maar gelden die, ja. Maar die kunnen waarschijnlijk niet
uitgegeven worden om, in verband met de wet ARI. En in ieder geval, dat zal dan in de volgende periode pas kunnen gebeuren. Dat is allemaal, ja. Ja, want wet ARI, even voor de mensen, daar is dat de andere gemeenten die mee gaan doen in het land, moeten er ook iets van vinden. Hè? Ja, ja. En niet zomaar even het geld mag verprassen. Ja, nee. Dat gaat dus, druk tot 24 november, maar wat mensen zich dan ook afvragen. We zien in Den Haag van alles gebeuren, hoe lang het kan duren voordat er een coalitie gesmeed is. Ja. Als we dat hier ook hebben, hoe moet dat dan? Want 1 januari is 1 januari. Nee, ik denk dat wij dat wel eerder voor elkaar krijgen. Ja, waarom zeg ik dat? Ik denk dat wij misschien wel niet zo kinderachtig zijn als in Den Haag. Ja, maar ik denk van... in feite maakt het niet zo heel veel uit als je... hoe die coalitie eruit ziet. Dat klinkt raar, maar dat komt omdat ik vind dat als er een onderwerp is, gooi het maar in de stemmachine. En de stemmachine is de raad. En probeer niet alles van tevoren als coalitie af te dichten. Van nou, dit is ons dingetje en we regelen dat nou wel even binnen de coalitie. Nee. Als je wat opener bent, dan is het ook niet zo moeilijk om samen te werken. Dan laat je het maar aan de raad. Tot slot, maar dat is wel duidelijk, hè? Ik snap het. We gaan het afwachten. Ja. Tot slot, Lisbeth, durf je een voorspelling te doen voor Liberaal Land van Kuik qua zetels op 24 november? Ja, die vraag die hoor ik vaak. Ja. En dan zegt mijn campagneleider, Maarten Jillissen, die zegt, Lisbeth, dan moeten er 9 of 10 zijn. En ik zeg 7 of 8. Okay. En ik ben benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd wat het gaat worden. Maar ik hoop dat we een gezellige campagne hebben. Dat we ons uiterste best hebben gedaan. En dan op een gegeven moment is het wat het is. Dan is het echt gewoon aan de kiezer. En dan maken we het ook daarna het beste ervan. Dankjewel. Op 24 november worden de gemeenteraadsverkiezingen Land van Kuik gehouden. We laten u kennis maken met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Bart Teunissen van lijst Bart Teunissen. Helemaal nieuw in de politiek, Bart. Ja, in ieder geval nu in de politiek voor de gemeente Land van Kuik. Ja, dat klopt, ja. Maar eerder wel al ooit in de politiek? Nee, nou niet echt. Ik ben wel altijd politiek geëngageerd geweest. En ik ben zelfs, en voor de Meelse kijkers is dat wel interessant, of die weten het misschien nog, de oudere mensen. Ik heb ooit bij 10 Kremers op de lijst gestaan. Echt waar? Als nummer 4. En die had bijna 4 zetels en dat was toen wel spannend. Want ik had toen op het moment van de verkiezing nog niet de leeftijd om in de raad te mogen komen. Oh. Maar tegen de tijd, want ik ben in september jarig, volgende week. Tegen de tijd dat de raad aan zou treden of dat ik in ieder geval de leeftijd zou hebben, zou ik er dan in komen. Maar ik haalde net geen 4 zetels, maar dat was wel interessant toen, ja. Ja, want je was er wel klaar voor om toen in de politiek... Ik ben eigenlijk altijd wel van jongs af aan, daar zit er een beetje in, politiek geëngageerd geweest. Dus ik zou toen er wel klaar voor zijn geweest, dat zeker, ja. Maar daarna nooit meer geprobeerd? Nou ja, dat heeft natuurlijk ook met het werk te maken. Ik heb 40 jaar bij de gemeente gewerkt, voornamelijk de gemeente Kuik, en de laatste 3 jaren bij CGM. Ja. Dus tot mei 2017. En dan kun je in ieder geval niet in de gemeentelijke politiek. Dat gaat niet zo. Tenminste, ik heb dat nooit gewild. Eigenlijk nu ook niet, maar dat komt misschien nog wel even te sprake. Maar ik heb dat nooit gewild. En de landelijke politiek, of de provinciale, vond ik niet interessant genoeg en niet urgent genoeg voor mezelf om daar dan in deel te nemen. Ja. Nee. Laten we even teruggaan in de tijd. Geboren en getogen in Mil. Ja, 70 jaar terug. Volgende week word ik 70 jaar. Ben ik geboren in Mil op adres Schootstraat 1, waar nu het Allendrielpark is. Oh, daar stond onze boerderij. Ja. En daar ben ik geboren. Daar heb ik gewoond tot mijn 12e jaar. En toen zijn wij verhuisd naar Graafsweg 3. En daar woonde Kees de Mos. Ja. Dat zeg je Millenaar en dan zegt jou wel iets. Onze opa. Ja, jouw opa. Ja. En die boerderij hebben mijn ouders toen gekocht. En Kees die is toen een paar honderd meter verder gaan wonen in de Canariestraat. Ja. En wij zijn toen daar. Dus vanaf mijn 12e of 13e heb ik aan Graafsweg 3 gewoond. En toen, ik ben getrouwd, ben ik naar Beers gegaan. Heb 20 jaar in Beers gewoond en nu woon ik 20 jaar in Kuik. En dat bevalt goed. Ja, dat bevalt goed. Vroeger dacht je, dus wat dat betreft, al vanuit mijn werk, want ik ben beleidsmedewerker volkshuisvesting geweest, maar al vanuit mijn werk vond ik dat een beetje flauwekul allemaal, die afstanden en zo. Ja. Als mijn moeder vroeger belde, die woonde hier in de Dr. Moonstraat van Bart, kun ik even komen? Dan was ik binnen 10 minuten. Dat is nou trouwens ook een mail, dus dat was helemaal geen toestand. Dus toen al had je het over kleine kernenbeleid en zo.
En toen was het al geen punt. En ik dacht, vroeger dacht je dan van, oh, kuuk, daar wil ik helemaal niet wonen. Maar dat is allemaal flauwekul. Ja. Dus je bent ook wel een voorstander geweest altijd van één gemeente Land van Kuik? Nee, ik ben zelfs fervent tegenstander van één gemeente Land van Kuik. En daar komt mijn engagement nu ook voor een deel uit voort. Ja. Nee, ik ben tegen, of in ieder geval geen voorstander voor zo'n grote gemeente. Hm. En het grote punt, het grote bezwaar wat ik altijd heb gehad, en dat heb ik destijds ook geventileerd. Kijk, het unieke aan het Land van Kuik is, en aan de één gemeente Land van Kuik is, dat er niet één dominante kerngemeente is. Dus we hebben twee dominante kerngemeenten, zijn Kuik en Boksmeer. Ja, omdat ze de grotere zijn, ja. Ja, en dat moet nog gaan accederen. En dat is, ik voorzie dat als een probleem. Ja. En je hebt dat kunnen zien bijvoorbeeld met Uden en Vecht. We hebben jarenlang dat geprobeerd. Hè, dat zou dan de gemeente Vudel zijn geworden, een verschrikkelijke naam, maar los daarvan. Die hebben dat jarenlang geprobeerd en er is niks geworden. En Veghel, wat je er ook van mogen vinden, gingen samen met Zuid-Oederoon en Schijndel. En was in een poep en een scheet was dat voor elkaar. Ja. Je bent geen voorstander van één gemeente Land van Kuik. Nee. Hadden daar toen ook iets aan gedaan? Ja, nou en of. Ja, nee, maar dat is ook het zaadje wat toen op de akker gevallen is, zeg ik dan even heel flauw. Mm-hmm. Maar daar heb ik heel veel actie over gepleegd. Extern, dus naar raadsleden toe. En ook intern in de zin van rechtstreeks met mensen daarover gepraat. En ik werd ook altijd, en dat vond ik wel een beetje vreemd, aangemoedigd door de wethouders om mijn actie voor te zetten. Maar ze deden er gewoon allemaal niks mee. Er is gewoon niks uit voortgekomen. Mm. Dat is heel erg jammer. Ik, als de gemeente Mil en de gemeente Graven zich toen duidelijk hadden uitgesproken, al in een vroegtijdig stadium, dan hadden wij gewoon een hele mooie gemeente Kuik, Graven, Mil gekregen. Ja, maar Kuik was op een gegeven moment toch... Kijk, het is zo... Ik praat gewoon vrij uit, hè. Ja, ja. Net zat mevrouw Elisabeth van Ezenwijk hier. Ja. Kijk, die heeft zich zo dominant kunnen opstellen, omdat niet iedereen in Kuik heel daar duidelijk over was. Maar met name omdat Mil en Graven niet duidelijk waren. Als Mil en Graven in een vroegtijdig stadium duidelijk waren geweest, ben ik ervan overtuigd dat er ook in Kuik een meerderheid zou zijn ontstaan voor de gemeente Kuik-Graven-Mil. En dat zou mijn voorkeur zijn geweest. Maar argumenten die je hoorde, hè, want wij doen bij de lokale omroep Land van Kuik ook regelkevers, radioprogramma argument wat we daarin horen is, ja, maar voor ambtenaren is het veel te lastig dat ze die CGM-organisatie doen, want men moest eigenlijk met drie verschillende beleidskaders rekenen. Maar jij bent ambtenaar geweest. Ja, nee, maar dat is... Was dat zo? Nee, maar het punt was, dat is op zich hartstikke simpel, het punt was dat in de CGM-constructie was dat een beetje lastig en kostte dat eigenlijk veel extra geld, hè? Mm-hmm. Extra tijd en extra geld. Maar die groei, die was geweldig. Dat was gewoon binnen in no time. Ik heb bij mijn afscheid heb ik gezegd, als bestuurlijk het zo goed was gegaan na 1 januari 2014, als ambtelijk, dan was er een prachtige gemeente ontstaan. Maar er was één groot probleem. En dat is de gemeente bestuurlijk Graven. En die heeft eigenlijk de hele boel gefrustreerd. Want als de bestuurlijk Graven helderder was geweest, was bestuurlijk Mil ook helderder geweest. En hadden die ook de kant gekozen, in mijn opvatting, voor CGM. En dan was er een prachtige gemeente, grote gemeente Kuik ontstaan. Wat is jouw doel nou straks in de politiek, in de lokale politiek? Als mijn doel is vooral, en dat staat ook in mijn statement, en dat zal ik binnenkort wel via de pers en zo naar buiten brengen. Ik erger me mateloos steeds meer en meer en meer, totdat ik op een gegeven moment heb gezegd van ik kan niet meer langs de kant blijven staan. Ik vind nou dat ik ook iets moet doen zelf. Dus me verkiesbaar stellen als gemeenteraadslid. Mijn doel is om het bestuurlijk optreden, zowel in het college maar zeker in de gemeenteraad, het bestuurlijk optreden van, zoals ik dat noemde, machtsblokken, om dat keihard aan de kaak te stellen. En dat is nu eigenlijk al begonnen met al het gekonkel over hoe die lijsten tot stand moeten komen. Ja, dat kan gewoon. Dat kan. Ik vind dat niet kan. En daar zal ik dan nog wel iets over zeggen. Ja. En niet alleen nu, maar straks meer en meer als ik daarop bevraagd word. Ja. Maar mijn hoofddoel is om dat
duidelijk aan de kaak te stellen, 1 en 2. Dus dan een harde controle op uit te oefenen, ja. Laat ik zo maar zeggen. Ja, ja. Ja, want dat is sowieso wel iets wat je ook al langere tijd doet, toch? Je bent wel iemand, als je ergens iets van vindt, dan laat je het weten. Ja, ja, dat klopt. Het is van jongs af aan geweest. Dus dat verantwoordelijkheidsbesef heet dat dan. Zeg ik altijd dat het begon bij de verkenners, bij de patrouilleleider hier in Mil. Ja. En dan word je op scholen word je klassevertegenwoordiger en in het voetbalteam word je aanvoerder of vertegenwoordiger van het team naar het bestuur toe. En de militaire dienst word je leidinggevende enzovoort enzovoort. En ik ben heel actief geweest in de landelijke vakbond voor ambtenaren. Dus daar kon ik dan wat ik in de politiek zou hebben willen doen, plaatselijk bij wijze van spreken, kon ik daar doen. En plaatselijk heb ik wel op de achtergrond mensen ondersteund en ook al kritische stukken geschreven en kritische brieven geschreven. Ik heb heel veel mensen heb ik persoonlijk geholpen. Ja. En niet per se tegen de gemeente, maar wel in de gang naar de gemeente of in de processen bij de gemeente. Ja. Hoe waren de reacties op je aankondiging? Ik kom met lijst Bart Teunissen in de politiek. Ja, nou, dat is verschillend in de zin van uit welke hoeken het komt. Maar zoals dat gaat, de mensen die jou aanspreken, die zijn enthousiast. En er zullen misschien ook wel mensen zijn die zeggen, wat moet hij nou weer? Maar daar heb ik daar helemaal niks mee. Nee. Dat weet jij, Corné, en dat weten heel veel mensen. Dat doet me helemaal niks. Maar over het algemeen zijn de opmerkingen goed man en moedig en dapper en mijn steun hebben en nou, dat soort opmerkingen. En negatief, mensen hebben mij nog niet persoonlijk negatief benaderd. Dus, nee. Laatste vraag, Bart. Ja. Aantal zetels voor lijst Bart Teunissen? Nou ja, 24 november. In ieder geval is de bedoeling 1, hè. Daar ga ik vanuit. En ik zeg, ik ben er heel relaxed in. Ik zeg ook niet, ik wil in de gemeenteraad. Ik zeg, ik ben bereid om in de gemeenteraad te gaan zitten als mensen dat willen. Om dingen aan de kaak te stellen. Nou, mensen die mij kennen, die weten, als dat aan de orde is, dan gebeurt dat op een adequate en meestal succesvolle manier. En als alle mensen die ik in de afgelopen tijd, de afgelopen jaren geholpen heb, persoonlijk, in de persoonlijke belangenwaardiging, als die op mij zouden stemmen, dan kom ik er glansrijk in. Dus daar ga ik vanuit. Daar ga ik vanuit. Dat is de doelstelling. Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Land van Kuik op 24 november? Blijf kijken en luisteren naar de lokale omroepmail en Omroep Land van Kuik. Want dan hoeft u niets te missen.